Hoe het tot stand is gekomen, ik heb dit jaar met mijn band op South West gespeeld in Austin, in Texas. Twee van de andere organisatoren hebben daar ook gespeeld de voorgaande jaren. En dat concept dat beviel mij en de anderen dusdanig dat we zoiets hadden van dat zouden we in Tilburg ook wel eens kunnen doen. Vooral dat hier een groot aantal kroegen en zalen zijn waar bands spelen. Nou, de naam is dan ook geen raadsel meer, waar die vandaan komt. Dat is gewoon de Nederlandse vertaling van het South by Southwest Festival. En nou, die mensen die erbij betrokken zijn, is Vincent Koreman. Die heeft een paar jaar geleden met de Travoltas gespeeld op South by Southwest. Ries Doms heeft met Space gespeeld. En Alex van Wijk die heeft nog niet gespeeld, maar daar organiseerden wij zelf al concerten mee. In eerste instantie van plan om een festival in de Hall of Fame te organiseren met een aantal bands gewoon. Maar dat werd al gauw meer en dat groeide een beetje uit de proportie. In een paar maanden hebben we het festival uit de grond gestampt. En we hebben ook helemaal geen subsidie of niks, dus we doen het helemaal zelf. En ja, we hebben een beetje onze eigen contacten in de underground scenes aangehaald om zoveel mogelijk bands deze kant op te krijgen. Die wij zelf interessant vonden en die dus niet die je niet vaak ziet op reguliere festivals of reguliere programmeringen. En ik dacht van als we een hele hoop bij elkaar doen, dan is het misschien voor veel mensen interessant. Dus dan komen ze in aanraking met bands en met acts die ze normaal niet zien en wellicht pikken ze nog eens iets op. Veel extreme scenes en bands met een eigen gezicht willen we zeg maar presenteren aan een groot publiek en voor een goed podium voor bieden. En het zou leuk zijn als we dat één keer per jaar kunnen gaan doen. En Tilburg is daar een heel geschikte stad voor. Tilburg is sowieso een stad met een hele goede muziekcultuur. Er zijn enorm veel bands. Zoals ik al zei, een groot aantal podia. Dat is een conservatorium, een rockacademie, het grootste poppodium van het zuiden. Dus er gebeurt genoeg, er zit ook veel initiatief in Tilburg. Ik heb Tilburg Oudsher uit wel een goede metal en punk scene gehad. Boven verwachting hebben we een paar volle zalen al gezien bij de bands. En, sowieso mensen lopen lekker over straat en zo. Iedereen klets met iedereen. De platenmarkt is voldoende interesse. En, het is lekker weer ook, dus het is ook wel prettig. En, het gaat goed.
Ja, we zouden graag volgend jaar misschien naar 2 dagen gaan, zodat we op zaterdagavond bijvoorbeeld labels de kans kunnen geven om hun stal te presenteren, zal ik maar zeggen. Dus wat showcases en misschien een aantal podia erbij nog. Zodat we naar een stukje 10 podia gaan, of 12 of 15 of zo. En gewoon wat meer en nog diverser. Eigenlijk is het doel dat Tilburg zeg maar over een paar jaar gewoon 2 dagen in het teken staat van muziek. Dat mensen gewoon uit heel Europa hier naartoe komen om elkaar te ontmoeten. Dat bands, nieuwe bands, onbekende bands, die de kans krijgen om hun ding te doen. En zo zichzelf kunnen presenteren aan de mensen die er wellicht wat mee kunnen. Mijn naam is Frank Kiemerijn, trouwens.